Hey mensen, en super cool dat je kijkt naar deze toffe nieuwe video op mijn YouTube kanaal van Itsmeerronnie 2.0. En voordat ik deze video ga beginnen en voordat ik ga laten zien wat ik ga doen in deze video en wat ik ga openen in deze video, wil ik jullie vragen om zeker eventjes de like button alvast te geven en te zeker abonneren op mijn YouTube kanaal als je nieuw bent en nu zit te kijken. En ja, ik ga jullie nu laten zien wat wij gaan openen in deze video. Ik heb hier een Tapu Koko box met wat mooie pakjes erin. We hebben weer een mooie grote Tapu Koko GX kaart en een Tapu Koko normale, maar dat wel weer een hele leuke mooie kaart. Nou, ik ga even het folie eraf halen en kijken wat hier voor toffe kaarten in zit. Here we go! Nou, zoals jullie nu kunnen zien heb ik alles uitgepakt en ik heb dus drie pakjes, waarvan één Sun & Moon Guardians Rising, één Phantom Light en één normale Sun & Moon. Ik heb natuurlijk de mega kaart Tapu Koko GX kaart en natuurlijk de promo kaart waar we zeker ook allemaal hartstikke blij mee zijn. Een Tapu Koko onder andere weer. En ja, we zijn natuurlijk voor de pakjes natuurlijk en we gaan ook wel lekker van oud naar nieuw beginnen. Dus laten we lekker beginnen met de Fatal Light en kijken wat hier voor toffe kaarten in kunnen zitten. Ik hoop natuurlijk wel weer dat we wat moois kunnen krijgen. Dat zal echt geweldig zijn. Het is in al mijn vorige video's waar ik super blij mee was. Nou, laten we lekker kijken wat hierin zit. Here we go. Oké, in ons eerste pakje krijgen we een Snubbull. We hebben hier een Riolu. We hebben hier een Deerling. We krijgen een Jigglypuff. We hebben hier een hele leuke Gotita. We krijgen een Wormadam. We hebben een Dubbelus Energy, waar ik zeker blij mee ben. We krijgen hier een Waxen. En dan de laatste kaart van dit pakje. Het is geworden een Mr. Mime. En de laatste kaart, een Fullaby. Oké, zeker niet ontevreden mee. Maar ook zeker niet al tevreden. Maar oké, we moeten blij zijn met wat we hebben. Dan hebben we hier een normale Sun & Moon en hopen dat hier wel wat cools en gaafs in zit. Here we go! We hebben hier als eerste kaart, krijgen we een Alolan Meowth. Wow. We hebben hier een Pikipek. Een Eevee. We krijgen een Psyduck. We hebben hier een Spearow. We hebben hier een Metapod. Dan krijgen we hier een Pokémon Catcher. We hebben hier een Gwenbull. De Energy Card uiteraard. En dan zijn we gewoon met de laatste kaart van het pakje. Het is geworden een Golduck. En de laatste kaart. Een Primarina. Oké, super coole kaart. Laten we doorgaan naar het laatste pakje alweer van deze blister. En ja, het wordt nu wel weer een beetje tijd voor iets moois. Het zou wel super cool zijn als we het toch een beetje knallend kunnen eindigen. En ik hoop het wel. Nou, laten we kijken wat hier van moois in zit. Here we go. We hebben hier als eerste kaart een Trubbish. We krijgen een Petalil. We krijgen daarna een Chansey. We hebben hier een Alolan Vulpix. We krijgen een Pancham. We hebben hier een Gotterita. We krijgen een Energy Recycler. We hebben hier een Max Potion. Een Energy kaart. En de laatste kaart van deze video alweer. Het is geworden een Dirtonator. En de laatste kaart zou het toch nog een beetje geluk brengen. Wie weet, laten we kijken. Het is geworden een, maar een Wailord. Oké, nou, we mogen niet klagen. Na al die toffe video's van de afgelopen paar dagen. Nou, vond je deze video leuk? Laat zeker even een reactie hier beneden in de comments. Ben je nog niet geabonneerd? Druk dan zeker even hier ook onderaan op die rode button met het woordje abonneren erop. En dan ook ben jij een echte Pokémon trainer en hoor jij er ook zeker 100% bij. En kun je meegaan met onze reis naar de volgende video's. Ik ga verder mijn reis vervolgen in dit geval. En ja, zoals jij altijd al zegt is, adios.